Welkom allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. Dit is weer Pick a Deck. Ik zal zo. Ja, dat is beter. Dit is deck 1. Het is in principe één deck, maar zit jouw verhaal in deck 1? Met Seleniet. Dit deck zit hier jouw. Jouw verhaal in, of zit dat in deck 2 met de Rodoniet? Dus kies je voor de Seleniet of kies je voor de Rodoniet? De Rodoniet. Wat spreekt je aan? Wat krijg je door? Of krijg je ze alle twee door? Dat je naar alle twee de readingen kijkt, dat kan natuurlijk ook. Dus ik ga deze Rodoniet, ga ik even terzijde en dan beginnen we dus met de Seleniet. Wat mogen wij weten, spirits en guides, voor de kijkers? Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor coaching, begeleiding, reiki healingen, de vele interesse in de verlengingen, natuurlijk ook voor de massale steun op mijn tweede nieuwe kanaal, Philomena Tarot. Hieronder heb ik nog een linkje staan, mocht je daar nog niet geweest zijn, voor nog meer gratis readingen. En alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag, werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Ik gebruik de Tolima Tarot om eventueel wat kaartjes te verklaren. Maar meestal krijg ik de verhaallijnen best wel heel duidelijk door. Maar voor de zekerheid toch ook nog de Tolima Tarot deck erbij. Zo, nou. We gaan beginnen. In dit gedeelte, wat mogen wij weten voor de kijker? Dit zijn ze, hoor ik. Maar we gaan eens kijken. Alle twee rechtop? Die niet. Oké. Okay. Kan gedoe. Het kan zijn dat je op dit moment dat er wat onzeker is of dat je niet helemaal duidelijk hebt wat je wilt. Het universum zegt: maak nu een plan voor de toekomst. De speer op zijn kop, dat is heel erg goed. Dat betekent dat je hart en zeer nog altijd aan het helen bent. Zeg ik dat goed? Maar ik heb het gevoel dat dat bijna achter de rug is, dus kan goed zijn dat deze reading over de liefde gaat. Deze moet op zijn kop. Kan zijn dat je aan het helen bent en dat je je plannen moet aanpassen omdat de victorie die jij wilde krijgen, dat die anders is uitgepakt. Kan zijn dat je een vriendschap gaat ontwikkelen met iemand van hetzelfde geslacht. Spirituele liefde en is dit de kijker zelf? Kan zijn dat je te maken hebt met iemand die in depressie zit, wat opgejaagd voelt. En iemand die het gevoel, een beetje onzeker gevoel heeft over dat mensen misschien tegen hem of haar zijn. Die spirituele liefde, dat is iemand van hetzelfde geslacht. Nou, we gaan eens kijken.
Wat mogen wij weten over het feit dat je helende bent en dat je eigenlijk moet gaan plannen voor de toekomst? Je bent aan het helen en je moet gaan plannen voor de toekomst. Ja, Spirit zegt van er komt een nieuwe liefde aan, omdat je bijna geheeld bent. Dus zet je maar schrap. Met die twee van bekers is het duidelijk een soulmate. Daar ga je meteen een klik mee hebben. Dus het kan vrij snel gaan allemaal. En als jij bijvoorbeeld nog in een huwelijk of in een relatie nu zit, dan zou je misschien nu al plannen kunnen maken omdat als je daar toch niet helemaal lekker in zit om dat te beëindigen of in ieder geval om dat te gaan regelen. En anders kan het ook zijn dat je misschien wat meer vaart moet zetten achter die heling. Want ik heb het gevoel dat die soulmate, dat die er binnenkort aan zit te komen. Kan een leeuw zijn of een schorpioen of kreeft. Je hebt kracht, daadkracht nodig. Je moet zelfvertrouwen hebben en uitstralen. Want anders dan trek je die persoon niet aan. En je moet klaar zijn voor dat nieuwe begin wat eraan zit te komen. Het kan zijn, want ik krijg meteen dit kaartje door, dat je te maken nu hebt met een luchtteken die wat last heeft van depressie. Wat opgejaagdheid. En kan zijn dat je daar niet gelukkig meer mee bent of dat... Ja, wat mogen we hierover weten over deze persoon? Het is iemand die graag met je samen wil werken. Of misschien al met je samenwerkt. Houdt van zijn of haar onafhankelijkheid, maar laat jou daar ook vrij in. Hij voelt veel liefde voor je. Dus dat is het allemaal niet. Voelt ook die aantrekkingskracht. Maar moet nog ook nog veel helen. En de vraag is van, ga je daarop wachten, ja of nee? Of ga je het aankijken of ga je een nieuw begin voor je starten? De meesten starten een nieuw begin. En we anderen die kijken het aan. Het is ook maar net hoe de zaken zich ontwikkelen met het wiel. Of je al dan niet een nieuw begin kan starten met deze persoon als zeg maar het hek open gaat of dat je deze persoon achterlaat. Dus hou er rekening mee dat er sowieso een nieuwe soulmate in je leven komt, ongeacht deze persoon. En dan heb je het voor te kiezen. Blijf je bij deze persoon? Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe de ontwikkelingen gaan, of ga je met deze persoon verder? Die victorie die je niet gekregen hebt, waar gaat dat over? Je had een bepaalde passie. Maar voor iemand, maar die persoon heeft jou afgewezen. Omdat jij een optie was. Een spirituele liefde en een diepe vriendschap. Wat mag ik daarover weten? Over die spirituele liefde. Mooi. Ik krijg door dat die spirituele liefde, dat deze persoon is. Die vriendschap is een ander verhaal, hoor ik. Oké, dit is een spirituele liefde die hier dus binnenkomt, die twee van bekers. Mogen we daar nog meer over weten? Die wil ook met jou verder, die wil ook, die ziet ook toekomst. Die wil de boel met je helen.
of die kan een helende kracht hebben, omdat juist omdat het een spirituele connectie is. Het kan een waterteken zijn, een schorpioen, een kreeft of een waterman. Waterman specifiek, ook nog hier. Ze zien jou als de keizerin. Dus heel liefdevol, iemand met wie ze een toekomst kunnen opbouwen. En ze willen graag die vier van staven. Het kan zijn dat dit jouw twin flame is, die naar je toe komt, niet deze. False flame hoor ik. Dit is je twin flame die naar je toe komt. Kan ook leeuw in zijn, zon, maan, Venus of ascendant hebben. Of wat ik zei, schorpioen of kreeft. Maar je hebt nu nog te maken met een tweeling. Met deze lovers kaart. Waar je niet zeker van bent. Omdat die persoon je aandacht veel moet helen. En in een depressieve energie zit. Wat mogen wij weten over die connectie die je hebt met iemand van hetzelfde geslacht? De acht van bekers. De schildknaap van staven. De hierofant. De doodkaart. En de acht van munten. Deze persoon die laat een aantal zorgen achter en kijkt positief vooruit. Zij starten iets nieuws. Kan zijn dat ze jouw kant uitkomen om ze voelen die band met je. Het kan zijn dat ze misschien hun huidige job achterlaten of hun huidige situatie en dat ze dan een nieuw begin willen. Ze voelen een ontzettend goede band met jou. Het kan goed zijn dat ze die band willen transformeren en dat ze aan deze vriendschap willen werken. Of dat die vriendschap, dat die getransformeerd is voor hen. Dat ze voelen dat dat meer is. Dus dat ze graag een relatie met je wensen. Het kan ook zijn, want het is een algemene reading natuurlijk. Dat het gaat om iemand die je kent van het werk. En dat er het een en ander gaat veranderen op het werk. Het kan zijn dat iemand op het werk ontslag krijgt. Of vertrekt. En het kan goed zijn dat ze jou dan vragen om daar te komen werken. En aan jou de keuze of je dat wilt. Het kan zijn dat je met een waterteken te maken hebt. Ik voel heel sterk de vissen. Ik zie ook de hierofant. De stier krijg ik daarbij door en schorpioen. Dus ja, heel veel boodschappen voor jullie. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen. En je mag natuurlijk altijd abonneren. Pardon. En vergeet ook mijn tweede kanaal niet, Philomena's Tarot. Dankjewel. Heel veel liefde en licht. Namaste. Welkom iedereen die voor de rode niet heeft gekozen. We gaan eens kijken. Moeten we deze hebben? Ja, oké. Wat nog meer? Nou. Meer niet hoor ik. Nou, we gaan eens kijken. Wat hebben wij? Moet hier rechtop? Ja, oké. Festiviteiten, dat je blij voelt, enthousiasme. Vieren, blijheid en geluk. Het ziet er goed uit. Zo. Je bent blij omdat je waarschijnlijk bepaalde struggles, bepaalde obstakels uit de weg hebt geruimd. Maar je hebt nog een obstakel te gaan.
Pas op voor zelfillusie, kan met obstakel te maken hebben. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Je moet op zijn kop. Het gaat gewoon zijn gangetje, er komt eigenlijk niks speciaals op je pad. Wat op zich ook wel goed is, want dan heb je een bepaalde zekerheid natuurlijk. Ik zal de Talima Tarot deck even shuffelen voor wat meer verdieping in deze verschillende berichtjes. Wat mogen wij weten over celebration, fun en enjoyment? Je krijgt dan meteen vakantie door voor de meeste, of een trip die je gaat maken. Het is een trip, zoals ik al zei. Het kan zijn dat je gaat met een vuurteken. Of dat je er vurig naar uitkijkt. Het gaat binnenkort gebeuren met die Ridder van Zwaarden. Het is een nieuwe locatie of een nieuw land. Ik heb het gevoel dat als je er naartoe gaat, dat je op een hele onafhankelijke manier alles wil gaan bekijken en wil uit gaan proberen. Iets waar je lang naar hebt uitgekeken, waar je lang op hebt gewacht. En eigenlijk een welverdiende vakantie. Het gaat je veel passie geven. Het brengt je heel veel stabiliteit en het kan ook een nieuw begin zijn ter ondersteuning van heling. Dus het kan zijn als je naartoe gaat met iemand met wie je het wil bijleggen, dat dat gaat lukken. En ik heb ook het gevoel met de 9 van bekers dat je wensen uitkomen ten opzichte van de locatie. Van wat je ervan verwacht had en van de heling met, ja, of de trip is ontzettend helend, of als je met iemand er naartoe gaat, dan kan die connectie gaan helen. Je hebt nog een obstakel en pas op voor zelfillusie, dit gedeelte. Wat is dan het obstakel? Het obstakel ben jezelf. Hoe gek het ook klinkt. Ik heb het gevoel dat je moeite hebt om jezelf te openen. Kan emotioneel zijn. Je kan moeilijk je emoties uiten. Je wil je warmte, je liefde uiten. Dat heeft tijd nodig met de 7 van munten. Het kan zijn dat je af en toe nog wat koud en kil overkomt. Probeer toch wat meer te openen, wat meer te praten over wat er in je omgaat, wat je voelt, etc. met jouw partner. Of dat nu een vaste partner is of een partner met wie je nu in connectie staat. Zodat jullie beiden het gevoel hebben dat er eerlijk geven en nemen is in deze connectie. Dat niemand zich in de kou voelt staan. En dat je ook het gevoel hebt van dat we er samen voor gaan met het 10 van munten. Kan zijn als je af en toe wat koud en teruggetrokken bent, dat je partner aan je gaat twijfelen. Of er geen dingen achtergehouden worden. En het kan ook zelfs zo zijn dat die partner zich dan zorgen maakt en daar slecht over slaapt. Die desillusie, wat ik daarvan weten. Ja, je bent niet helemaal zeker van je zaak in deze connectie. Maar het wordt tijd dat je dat loslaat en dat je er gewoon voor de volle 100% voor gaat. Of dat je het helemaal definitief loslaat wat jou het beste voelt. Dat moet je doen. Wat mag ik weten over dat goede fortuin, dus die voorspoed die er ligt?
Wat voor voorspoed komt er op het pad van de kijker? Liefde? Heel veel liefde in een bepaalde connectie kan ook een spirituele connectie zijn met de hierofant. En zowel een bericht van liefde als een huwelijksaanzoek van iemand die van je houdt. Het kan een stier zijn of een waterteken. Dat is een schorpioen. Een kreeft of een vis. Ze hebben uiteindelijk voor jou gekozen. Ze weten dat ze heel veel pijn en teleurstelling hebben gegeven, omdat ze in eerste instantie weer iemand anders hadden gekozen. Maar ze zullen nu langzaam voorzichtig een bericht sturen. Wat mag ik weten over deze duivel? Ja, ze hebben zich getransformeerd. Ze zaten in een toxische energie. Daar zijn ze nu uit. Ze hebben daardoor heel veel meer inzicht gekregen over deze connectie. Er waren veel twijfels. Deze persoon was spelletjes met je aan het spelen. Maar die heeft daarvan geleerd. Heeft daar heel lang ook over nagedacht en manifesteert jou nu terug. Ze weten dat ze je slecht achter hebben gelaten met heel veel pijn, heel veel verdriet. En ze hopen dat je ze desalniettemin zult kiezen. Ze willen jou een stabiel nieuw begin geven, maar je ziet hè. Hij kijkt een beetje beteuterd omdat hij en beschaamd omdat hij weet, en hij zeg ik omdat het een mannelijke energie is, van ik heb haar teleurgesteld, het durf je ook niet aan te kijken en jij kijkt de andere richting op omdat jij bent al gefocust op het financiële, op je financiële stabiliteit, maar deze persoon wil daar nog een steentje aan bijdragen. Op dit moment hebben jullie geen contact en hebben jullie nog wat karma te vereffenen? Dus jullie moeten sowieso in contact met elkaar gaan komen. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel voor het kijken. Vergeet mijn tweede kanaal niet te gaan bekijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.